Soms kom je een plugin, een instrument of een apparaat tegen dat niet alleen je muziek beter laat klinken, maar wat het totaal verandert en wat onderdeel wordt van jouw sound. Nou, de plugin waar we het vandaag over gaan hebben, dat is er eentje die precies dat voor mij heeft gedaan, die mijn muziek totaal getransformeerd heeft en helemaal onderdeel is geworden van mijn sound. En dit is een plugin die op, denk 99,9% van al mijn liedjes wel te vinden is. En voordat we erin gaan duiken, voordat ik je ga vertellen welke plugin dat precies is, ben je misschien wel benieuwd naar. Wil ik je graag eventjes vertellen dat het liedje wat je vandaag gaat horen, dat de eerste single is van het album waar ik op dit moment nog aan het werk ben, die ik nog aan het maken ben. En die eerste single, die heet Here With Me, en die komt komende vrijdag op 26 augustus 2022 uit. Dus als je deze video voor die tijd bekijkt, dan wil ik je vragen om vrijdag mijn single te gaan beluisteren. Kom ook weer eventjes terug op YouTube, want dan heb ik namelijk een extra video voor je waarin ik helemaal door het liedje ga en je precies ga laten zien hoe ik het gemaakt heb, van de instrumenten die ik gebruikt heb, tot de plugins, tot de productietechnieken die ik heb toegepast. En dan kun je namelijk natuurlijk ook mijn liedje gaan streamen. En dat zou ik heel tof vinden als je dat zou willen doen, als je die op repeat zou willen zetten, zodat ik zoveel mogelijk streams kan krijgen en zoveel mogelijk aandacht kan krijgen voor mijn single. Want ik ben er super enthousiast over. Het is een hele nieuwe richting die ik als singer-songwriter inga. En mijn singer-songwriter naam is trouwens Benjamin Theodore, eventjes voor de duidelijkheid. Dus komende vrijdag, 26 augustus, komt mijn eerste single van mijn nieuwe album uit. Dan kun je die streamen en heb ik dus een extra video voor je waarin ik helemaal door het liedje heen ga en super veel waardevolle informatie ga weggeven. Want ik ga je alles vertellen over hoe ik het maak. Dus als je het interessant vindt, kom dan vrijdag eventjes terug. Nou, als je deze video na die tijd bekijkt, kun je dit liedje wat je dus in deze video, waar je een stukje van gaat horen, kun je beluisteren op Spotify en alle andere streamingdiensten. Dus ik zou het heel tof vinden als je dat zou willen doen. Hij heet Here With Me van Benjamin Theodore. Dus als die al uit is, zal ik ook even een linkje onder deze video zetten. Dan kun je daarop klikken en dan kun je het beluisteren. Zou ik heel gaaf vinden, ook als je mij zou volgen op Spotify en misschien het liedje een hartje zou willen geven. En als je een playlist hebt waar die in zou passen, zet hem er vooral in. Dat helpt mij heel erg als artiest om meer bekendheid te krijgen op Spotify en zo meer luisteraars te krijgen. Dus super bedankt. Nou, ik ga je vandaag dus even een kijkje geven in dat liedje Here With Me. En daar gebruik ik een plugin die je misschien al wel eerder voorbij hebt horen komen als je mij al langer volgt. En dat is, ik zal het verklappen nu, de Valhalla Vintage Verb. Hier heb ik het al heel vaak over gehad, maar dit is echt een plugin die voor mij alles veranderd heeft. En ik ga je vandaag 3 toepassingen laten zien waar ik dit op heb gebruikt op verschillende manieren. Want deze plugin, wat een galm plugin is, ik zal hem er eventjes bij pakken, die kun je heel veelzijdig toepassen. Hij heeft namelijk verschillende modussen. Dus nu staat hij op Concert Hall op dit spoor, zal ik je zo laten horen. Maar er zijn een heleboel andere modussen die allemaal weer anders klinken. Dus bijvoorbeeld ook een plate en een dirty plate, die weer wat donkerder klinkt. Smooth plate, een non-lin, die ik straks ook ga laten horen. En een paar chaotic modes. Nou, die zijn allemaal weer net even anders. Dus je kan daar een sound kiezen die heel goed bij jouw specifieke toepassing past. En dan kun je ook nog de kleur aanpassen. Dus je hebt, ik gebruik vaak de 1970s kleur, maar ik laat je straks ook nog even een andere horen. En die heeft een wat donkerdere modulatie, een wat donkerdere toon. Die is ook gedownsampled, dus die klinkt minder modern. Er is ook een naal mode, die klinkt heel modern. Die klinkt heel clean en precies. Maar die 1970s en de 1980s, die klinken meer zoals de galm apparaten uit de jaren 70 en de jaren 80. Dus donkerder, meer kleur. En dat vind ik fantastisch, want dat maakt het heel erg breed allemaal. Dan kun je ook nog van alles aan instellen. Het enige waar we vandaag eventjes op gaan richten, dat is de mix knop. Dus je kunt hem instellen op hoeveel van het galmsignaal je wilt toevoegen. De decay, dat is hoe lang de galmtijd duurt. En de shape, de size daarvan. Dus de grootte van
de reverb. Dat ga ik straks allemaal laten horen. Nou, laten we heel kort eventjes een stukje luisteren van het liedje. Ik ga hem nu niet helemaal laten horen. Dat kun je dus op Spotify doen vanaf 26 augustus. Maar ik laat je even een intro en een stukje van het couplet horen. En dan gaan we straks nog naar het refrein. Said it would be easy, but they said we'd say goodbye. But there was something to believe in, like a shining star at night. Now we've made it through the fire, and we came out shining bright. Even in the stormy weather, our love remains so tight. Een klein stukje van het refrein dan. You are so much more than I'd ever need. I'm a better man when you're here with me. Even though they thought we'd never be. I'm a better man when you're here with me. I'm a better man when you're here with me. Oké, eventjes tot daar. Nou, je hoort in dit kleine stukje van het liedje al drie verschillende toepassingen van de Valhalla Vintage Verb. We beginnen helemaal aan het begin met dit stukje. Met deze elektrische gitaar. Nou, dit is dan een voorbeeld van hoe de Vintage Verb mijn muziek totaal heeft getransformeerd. Want hier is de Vintage Verb echt onderdeel van de sound. Kijk, ik heb hem als we hier eventjes naar de mixer gaan. Dit is gewoon een elektrische gitaarspoor. Dat heb ik droog opgenomen, rechtstreeks ingeprikt in mijn geluidskaart. Ik gebruik de THU Slate voor om de gitaartoon te krijgen. Fantastisch, die zit in de Slate Digital Bundle. Dan heb ik een delay plugin, die staat op een soort Memory Man setting, even voor de gitaristen onder ons, die maakt het breder. Kijk, ik kan het je wel even laten horen. Het zit dus zonder de Vintage Verb. Dat is heel droog nog, maar als we nu de Vintage Verb toepassen, dus die heb ik hier rechtstreeks op het kanaal gezet. En dan de mixknop waar ik het net over had, heb ik op 31% gezet. Dus hij voegt 31% galm toe en de rest is het droger signaal. Nou, dan klinkt het ineens zo. Dus het wordt hier echt onderdeel van het geluid en het geeft een totaal unieke kleur eraan. Ik ga in dit liedje best wel voor een soort Coldplay-achtige sound, die moderne Coldplay. Daar gebruiken ze ook die grote gitaren. En dat kun je dus perfect namaken met deze plugin. En je hebt gehoord wat het doet met het signaal. Als je het weglaat, dan klinkt het heel saai en heel droog. Nou, en doordat ik het op die 70s kleur gebruik en de concert hall mode, ja, geeft het een bepaalde vibe en een bepaalde modulatie, een bepaalde sfeer aan de sound, die het heel, ja, heel kleurrijk maakt, kan ik het beste omschrijven. Dus dit is een instelling die kun je toepassen. Trouwens, de Valhalla Vintage Verb is wel leuk. Het is geen gratis plugin, maar het kost maar $50. En dat kost hij altijd. Hij is nooit in de aanbieding. Hij wordt ook nooit duurder. Ik heb hem denk ik 6 jaar geleden gekocht. Toen was hij ook $50. En hij is dat nog steeds. En ze maken nog andere te gekke plugins. Er is ook nog een gratis plugin van Valhalla. Dan ga ik heel even spieken hoe die ook alweer heet. Dat is de Supermassive. Die is ook te gek. Download die, probeer die eventjes. Maar de Valhalla Vintage Verb krijg je echt geen spijt van. Ik ga je nog twee toepassingen laten zien die weer heel anders zijn. We gaan dan nu naar het zangspoor. Naar de lead vocal. Dat is deze hier. Nou, ik heb hier een heleboel plugins erop. Maar je ziet dat ik hier niet de Valhalla Vintage Verb rechtstreeks erop heb gezet. Ik gebruik hem in dit geval op een send. Dus ik stuur een kopie van het droge signaal naar een extra spoor via een bus. Dat noemen we een aux spoor. Het heet anders in verschillende muziekprogramma's, verschillende DAW's. Maar in dit geval
heet het een AUX-spoor in Logic. Dus ik stuur hem hier naar een AUX-spoor. Daar heb ik de Valhalla Vintage Verb. Wederom op de 70s kleur, en maar dan op de Smooth Plate modus. En ik heb de decay, dus de nagalmtijd, heb ik ietsjes teruggedraaid naar 2,5 seconden ongeveer. En hij staat dit keer dus op 100%, omdat ik dus een kopie van het spoor naar deze galm stuur. En dan klinkt het ineens zo. No one said it would be easy, but they said we'd say goodbye. Dus als je naar die nagalm luistert, is het een hele rijke nagalm. Een hele rijke kleur die je toevoegt. Maar het is niet zo'n enorme galm zoals op die elektrische gitaar die je net hebt gehoord. Dus het is een andere setting, maar eigenlijk heel simpel ook weer. Met een paar klikken op de knop kun je al de perfecte toon krijgen. En het is fantastisch, want dit is niet heel opdringerig. Het is ook niet een schelle reverb, wat dan ook. Maar het blendt heel mooi met de muziek. No one said it would be easy. De zang is nog steeds, en dat ligt ook aan het niveau waarop ik het erin gezet, de galm. De zang ligt nog steeds heel mooi erbovenop. Het lijkt nog steeds droog, maar het is soort van, krijgt een soort huk van de galm. Ja, het is altijd lastig op schrijven, dit soort dingen, maar je hoort wat het doet. Dus dat is hoe ik het op zang gebruik. No one said it would be easy. Dus dat is de Smooth Plate. Nou, die blendt heel mooi met de rest van de muziek. Dan gaan we nu naar een andere toepassing die weer heel anders is. Want dan gaan we naar dit stukje. En laat ik je even vanaf het tweede couplet horen en dan eventjes het tweede refrein. Here with me, we'll keep soaring like an eagle. If we listen to our heart, we'll be roaring like a lion if we're reaching for the stars. You are so much more than I'd ever need. I'm a better man when you're here with me. Even though they thought we'd never be, I'm a better man when you're here with me. I'm a better man. Oké, dus dat is eventjes het tweede couplet en het tweede refrein. Nou, wat ik je graag wil laten zien, dat is dit stukje hier. Dat zijn een paar toms, house toms. Dat zijn een aantal samples die ik ergens gevonden heb, die ik gebruikt heb. En die klinken in solo zo. Even loopen. Nog een keer. Nou, wat heb ik daar gedaan als we naar die het sporen gaan? Het zijn gewoon toms, er zit verder ook niks op, behalve de Valhalla Vintage Verb. Die heb ik nou ook op de een 1980s kleur gezet. Dus dat is al een ietsjes helderdere reverb. De nagalm heb ik op 1,58 seconden gezet, 23% erin geblend. Dus we houden veel van het droge signaal. Maar hier, de shape, daar heb ik de grootte van de galm iets teruggedraaid, waardoor het niet enorm wordt, maar waardoor het subtieler wordt. En dit is een trucje die ik geleerd heb van een masterclass van Charlie Puth, die hij gegeven heeft. Hij heeft een keertje zo'n monthly masterclass gegeven van 6 uur lang, waar hij echt helemaal van begin tot eind een liedje gaat maken. Was super leerzaam, super inspirerend. En daar deed hij dit vaak. Hij gebruikt dus precies dezelfde plugin in al zijn hits. En ik dacht, mooi, dat ga ik ook toepassen. En dat doet dus heel veel voor je muziek. Want laat ik het dus even uitzetten en nog een keer beluisteren. Nou, je hoort dat er allemaal een soort van grainy naklankje op zit. Maar met die Valhalla Vintage Verb wordt het nog meer jaren 80. Omdat ik het namelijk, en dat is belangrijk om ook nog even te zeggen, op de non-lin modus heb gedaan. De non-lineaire modus. En dat is zo'n typische galm die ze in de jaren 80 veel gebruikten. En dat vond ik te gek op die house toms. Omdat dat het iets meer gaat ademen en dat je de jaren 80 vibe krijgt. Nou, zo zijn er nog veel meer voorbeelden van de Valhalla Vintage Verb. Alleen al in deze mix. Ik zal je nog één bonus voorbeeldje geven. Dat is op de snare. Die ik wel echt te gek vind. Laten we eens even hier het refrein weer pakken.
You are so much more than I'd ever need. Kijk. Ik gebruik twee verschillende snares in dit liedje. En op die grootste, die heet ook Big Snare, dus de grote snare. Dan gebruik ik ook de Valhalla Vintage Verb op deze setting. Dus ook weer Concert Hall, jaren 70, DK, 2 seconden. En ik mix hem erin op ongeveer 30%. Nou, dat geeft dus een enorme nagalm, wat te gek is op snare. En wat echt onderdeel is van mijn sound. Hoor je die galm? Als ik die zou uit zou zetten. Veel droger, puntiger, maar met. En dat is het mooie van die mixknop. Dat je dus ook rechtstreeks op het kanaal kan zetten. Je kan het er 30% ongeveer bij draaien. En het houdt nog steeds die punch en die directheid. Maar het wordt ook veel groter. En dat is te gek. Dus dat is nog even een voorbeeldje van hoe ik de Vintage Verb gebruik. Nou, ik zal het verder niet al te lang maken deze video. Maar dit is dus een plugin die voor mij echt alles veranderde. Toen ik dit ging toepassen, heb begonnen mijn producties en mijn mixen ineens veel groter te klinken. Het kreeg veel meer kleur, werd veel warmer. En natuurlijk zijn er heel veel andere plugins die ook goed klinken, maar er is een reden waarom deze echt door heel veel bekende producers en mixers wordt gebruikt. En niet alleen omdat hij goed klinkt, maar ook omdat hij heel veelzijdig is. Dus mijn vraag is aan jou, zou jij deze plugin gebruiken of heb je die misschien al? Vind je hem heel goed of vind je hem heel slecht? Laat het eventjes weten wat jij ervan vindt in de reacties hieronder de video. Daar ben ik heel benieuwd naar. En vergeet ook niet om vanaf vrijdag 26 augustus mijn single Here With Me te streamen op Spotify, Apple Music of wat voor streamingdienst je dan ook gebruikt. Dat zou ik heel tof vinden. En ook vanaf vrijdag 26 augustus heb ik een extra video voor je waarin ik dus helemaal door dit liedje ga en je al mijn geheimen eigenlijk ga verklappen. Dus als je dat interessant vindt, ga die video ook bekijken op vrijdag. En we zie ik je daar in ieder geval. En vergeet ook niet nog te abonneren. Dat is misschien ook wel handig om te doen, zodat je die video ook niet mist. En klik op het duimpje omhoog als je dit een interessante video vond. Dan laat YouTube het namelijk weer aan meer mensen zien die ik misschien ook weer zou kunnen helpen met mijn video's. Dus nou, super bedankt voor het kijken en alvast ook voor het streamen van mijn single Here With Me. En dan zie ik je graag bij de volgende video weer. Ciao!